Elke wijk heeft verschillende bewoners en dus ook verschillende verhalen. Stichting Straat is op zoek naar deze verhalen en elke keer nemen ze een andere wijk onder de loep. Dit keer is Trouwlaan aan de buurt, de wijk tussen Klooster, Kwetterie en Kerk. Met als centrum Stadspark Oude Dijk. En wie kunnen de verhalen beter vertellen dan baasjes met hun honden die dag in dag uit in dat park komen? Daarom besloot de stichting een hondenexpositie te organiseren en wij besloten daar eens rond te snuffelen. Je bent vooral op zoek naar verhalen in onder andere wijken. Wat zoek je dan precies aan verhalen? Het is vaak over de wijk, dus de buurt. En dat kan echt van alles zijn. Ja, in dit geval wouden we de identiteit van de Veestraat en omgeving in beeld brengen. En het stadspark ligt in dat gebied. En om in plaats van altijd de mensen, wou ik het via de honden spelen deze keer. Omdat zij de trouwste bezoekers zijn van het park. Er zijn hier best veel, maar ook verschillende soorten. En door de vragen te stellen aan de baasjes, krijg je een divers beeld van de wijk. De honden zijn natuurlijk ieder uniek, maar ze delen samen een gebied. Ze spelen samen in het park. Maar ze deden ook de straten. Dus er zijn altijd verbindingen. Deze expositie valt onder het project tussen Klooster, Kwetterie en Kerk. Wat houdt dat precies in? Het is een project van Stichting Straat. En zij werken samen met het Stadsmuseum, waar ik voor werk. En Factorium voor de Kunsten. En Stichting Straat neemt elk jaar een straat of een gebied in de gemeente Tilburg. En zoekt daar de verhalen van het verleden, het heden en de toekomst. En dat komt tot uiting op diverse manieren. Onder andere een boek wat elke keer gepresenteerd wordt. En in het slotweekend, 29 en 30 september, is er ook in de wijk zelf van alles te zien. Er is theater, je kunt bij mensen naar binnen om thee te drinken. En de wijk, of het buurtmuseum, dus in het park is dan nog een hondenexpositie de hele maand te zien. En wat is jouw rol bij het Stadsmuseum? Mijn rol bij het Stadsmuseum is dat ik heb een stukje van het onderzoek daar heb ik aan meegeholpen. Maar mijn grootste taak is het maken van het buurtmuseum. En daar vallen verschillende deelprojecten onder. Dus daar, mijn werk bestaat vooral uit erfgoed verbinden aan kunst en cultuur. Dus een creatieve uiting daarvan. En ook in de wijk. Dus we hebben een hondenexpositie gemaakt. En er zijn ook 4 filmpjes nog te zien tijdens het slotweekend over de middenstand. En dus op verschillende creatieve uitingen van de verhalen die we hebben gevonden. Het was echt heel leuk om te doen en ik hoop dat ik het nog vaker zoiets leuks mag doen. Ik vond het eerst best wel spannend omdat het een wijk is die ik niet zo goed ken. En ik zat hier met mijn camera in het park samen met Corine Goeste. En dat ze op een gegeven moment gewoon in de rij stonden om op de foto te gaan. De schoonheid en de mooie verhalen die mensen dan geven. Eerst ook over hun hond natuurlijk. Maar ook over de wijk die ze ons teruggaven. De samenhang die er gecreëerd werd op de momenten dat we gefotografeerd hebben, vond ik heel bijzonder. Het is vooral bewoners uit de wijk Trouwlaan. Het is de wijk Trouwlaan, maar de Veestraat is eigenlijk een beetje de grote hoofdweg in dit gebied. En alle straatjes die daar aan vastzitten. Ja, dus echt tussen het klooster op de Oude Dijk, een stukje Kwetterie en de Gerardus Marjellekerk. Het leuke is dat we hier aan het ophangen waren en dat we zoiets hadden van, er is eigenlijk nog wel plek voor een paar extra honden. Dus als er nog mensen zijn die in het gebied wonen, dan kunnen ze zich melden en dan komt er inderdaad nog een uitbreiding eventueel. Ja.